go, 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 go. Deze week ging ik voor het eerst in mijn leven op jacht. Ik heb superveel stress. Niet op konijnen, niet op fazanten, niet op Pokémons. Nee. Ik ging op jacht op een nieuwe soort. Ja, ik heb hem! Tot een half jaar geleden of zo in onze contraille nog nergens te bespeuren, maar nu in de urban jungle gewoon niet meer weg te denken. Ze zijn zelfs doorgedrongen tot in mijn eigen buurt. Dit is de ingang van de VRT. 1, 2, 3, 4, 5. Hier nog 4, nog 2. Dit is het nieuwe ding, hè? De deelstep. Ik zag ze en ik was geboeid en gefascineerd. Hier moest ik meer over weten. Gelukkig kon Karel van een online mij meer info verschaffen. Dat is simpel. Je downloadt een app op je smartphone. Je logt je in met je creditcard eraan, want je moet betalen. Ja. Je zoekt op de kaart een step. Die zie je overal staan, verspreid over de stad. Je ziet dat op die kaart op de app. Je ziet waar er steps staan. Als je een step gevonden hebt, scan de code op die step, dan heb je die gevangen, wordt die eindelijk ontgrendeld en vanaf dan kan je ermee rijden en je betaalt per minuut. Je kunt er niet meer rijden als je die gevangen hebt. Nee, ik heb het net al geprobeerd en het alarm ging af. Oei, oei. Stop! Dat doe ik niet meer opnieuw. Ja. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik steel nooit nog een step. Dat is bij deze beloofd. Ik had dankzij Karel van den Online de theorie in mijn hoofd. Maar nu was het tijd voor de praktijk. Ik was klaar voor mijn eerste kennismaking met het steppendier. En heel eerlijk, ik wilde graag dit parcours steppen. Linde lijkt me duidelijk en niet moeilijk, maar ik kreeg dit. Is het een poging tot Linde? Weet je hoe lang ik daarover heb gedaan? Heel lang waarschijnlijk. Want oh my god, Brussel. Wat een puinhoop. Werken, putten, drempels, overal gedoe gewoon. Maar zwart, ik ga niet zeggen, zit niet in mijn aard. En ik had ook nog een vraagstuk, want hoe wordt dat dan opgeladen? Ja, dat is crazy. Dus gewone mensen. Dat is crazy. Ja, maar ja, dat is, hou je vast. Hou je vast aan de camera. Gewone mensen, zoals jij of ik, kunnen zich inschrijven om steps op te laden. En die verdienen daar een geld voor. Waar? Thuis? Ja, thuis. Dat is niet waar. Dat is echt waar. Die pakken die steps mee naar huis. Ja, met dus dat staat in mijn living met 6 steps op te laden. Ja, of de meeste zijn er 20 of zo. Hè. Echt? Ja. Dus de steps zijn open van 7 uur 's morgens tot 9 uur. En om 9 uur gaan de steps toe. Dus je kunt er niet mee uitgaan. Nee. Ik denk de mensen die opladen, die hebben nog een andere app. En om 9 uur zien die waar de steps staan. Waar alle steps staan. En dan moeten die gaan scannen en inladen. In hun camionet en dan rijden ze met 20 steps naar huis. Ja, of in hun auto of ja, hoe dat ze het ook willen. Karel, je zei dat het crazy was. Ik vind het effectief crazy, maar dat is zot. En dan s'morgens dus worden wakker met 20 steps in uw living. Ja, en dan gaan we die gaan verspreiden of daar afspraken over. Ja, dan zegt Bird of Lime, zegt van, jij moet 30 steps aan het Centraal Station gaan zetten, want dat is een goede plek voor ons. Ah, ja, ja. En ook, die moet naar staan voor 7 uur 's morgens. Wat een beestenjob. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat dat spannend is. Ik zou het wel niet graag doen. Denk ik. Nee? Dat kan je niet weten, Karel, als je het nog niet hebt geprobeerd. Dat is waar, dat is waar. Blijf jij maar gewoon hier op kantoor. Ik zal de steps wel gaan vangen. Op zoek naar een jager dus, die mij, een absolute newbie, mee op sleeptouw wou nemen. Nu stond er een artikel in De Morgen over die deelsteps en daar las ik over deze kerel. Zijn naam is Aman. En hij is niet zomaar een jager, hij is één van de allerbeste jagers van ons land. Ooit ving hij op één nacht... 54. 54? Ja. 54 steps. Maar meestal zijn het er minder. 20. Dus dat is 20 maal 3, is ongeveer 60 euro. Bruto. Ja. Dus 60 euro. Dus daar nog 21% btw af. Uw diesel, de afbetaling van het kabinetje, de boekhouder, de verzekering. Als je snel werkt en zo, die komt eigenlijk uit op 15 euro netto per uur. Het pakt 45 euro op een avond. Ja. Die centen wil Aman gebruiken voor een groot project. Daarmee gaan we verbouwen. Is het echt? Ja. Wat moet je doen? Oh, veel. De hele brede verdieping
En als ik mijn vrouw moet geloven en ik moet haar volgen, dan de bovenverdieping ook helemaal. Hoe schat je de jachtmogelijkheden in vanavond? Maar als we de 20 hebben, mogen we blij zijn, want er zijn wel echt veel charters. Ik ga voor 20, dat is dan toch al zeker één hyprokplaat voor je verbouwing. Oké, 20 steps is het doel, maar we moeten ons jachtterrein natuurlijk delen met de concurrentie. En die willen allemaal hetzelfde. Zoveel mogelijk steps vangen. Hoeveel steps zijn er? 1200 zijn. 1200 steps in Antwerpen? Ja. Voor hoeveel jagers? Hoeveel collega's zijn er vanavond in Antwerpen? Er zijn 300 jagers. Ik ben op dat moment heel benieuwd of we die andere jagers ook gaan zien vanavond en hoe ze gaan reageren op mij, een nieuw roofdier in hun territorium. De regel geldt, eerst is eerst. Degene die er dan het eerst bij staat. Ja, die erbij staat. Of tikt. Nee, die erbij staat. Hè. Deze tijger jaagt voor een man en zijn giprok. Want die gast is aan het sparen natuurlijk voor zijn verbouwing. En ik wil hem niet teleurstellen. Giprok. Giprok, hè? Giprok. Mijn H. Mijn vader zegt giprok. Giprok? Is de jacht al open? Nee, dus 20:58. Ah, hier achter het hoekje staat hij. Je rijdt naar hier en je scant die allemaal onderweg. Ching, 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 kassa, kassa. Oh, zie je ze hier. Gaat nu komen? Ja, 21 uur dus. Oh my god. Dit gebeurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait du cheval tout l'été. Oh man, wat een stress. Rechtdoor en dan naar links. Ik ga zo. Coming to catch you. Yes. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oké. En dan, we zijn ondertussen drie kwartier bezig of zo, zie ik plots een andere jager. Oh! Collega! En u bent? Ja, ik ben Jort. Maar... Jort de Jager, klinkt goed. Je bent Linde Merkel. Nee? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dus zeg maar eens dag tegen je vriendin. Hallo. Heb je dat daarvoor speciaal voor gebouwd? Ja. Echt? Ja. Voor wat doe jij dit? Voor de centen of voor de kik? De kik? Ik ben 33, ik heb geen kik nodig. De beurs of zo. Hallo, ik heb betaald. Dat niet. Mijn huisbaas wil niet een kik betaald worden, hij wil een euro betaald worden. Op je kik. Dan zeg je niet? Zeg, zullen we nog even een groepsfoto nemen? Ah, ja. En hier met uw kar erbij. Kom, Jort. Okay. Prima. Okay. Succes nog, hè? Yo, collega. Daarna vangen we nog een step of 3 en dan zit het erop. De jacht is afgeblazen. Piet. Hoe heb ik het gedaan? Ik heb dat heel goed gedaan, want zeker met die GPS en uw coördinatie. Ja, maar ik moet zeggen, chapeau. Dus onze vangst is, hoeveel hebben we er uiteindelijk? 21? 22? 22. 22. En de volgende dag staat dat geld op je rekening. Wat? Zo rap al? Dus wat wij vanavond gevangen hebben, dat ziet je morgen op je bankrekening. Ja. Indrukwekkend. We keren terug naar het huis van Aman. Daar rijden we dan al die steps naar binnen. Ook nog een werkje. We zetten die allemaal op zijn koerken. Dat is zot om over na te denken dat wij overdag allemaal vrolijk door de stad aan het cruisen zijn, ja. En dat hier 's nachts op je koerken staat. En effectief in zijn living. En ik ontmoet ook de vrouw van Aman, Jasmin, die ik vanavond heb vervangen. Ze ziet meteen dat ik het briljant heb gedaan en ze wil mij belonen met echte Pakistaanse thee om de avond mee af te sluiten. Zo. Zo. Binnenkort is dat hier dus een paradijsje vol nieuwe giprok, heb ik begrepen. Inderdaad. Dankzij de birds, vangst. Zalig. Bedankt dat ik mee op jacht mocht. Dag jongens. Doei. Met één hand niet doen.